keihard militair ingrijpen in Kosovo. Een zwaar bewapende Servische politiewacht is in gevechten verwikkeld met het Kosovo-bevrijdingsleger. De Servische autoriteiten hebben een aantal dorpen afgesloten van de buitenwereld. Niemand mag het gebied in. Journalisten aan de rand van het gebied horen ontploffingen en geweerschoten. Bij de gevechten zijn sinds gisteren volgens de Serviërs 22 mensen omgekomen. De Albanese houden het op veel meer. De internationale gemeenschap maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de provincie. De Verenigde Staten dreigen met ingrijpen als de Servische president Milosevic doorgaat met de beschietingen. We've made clear to Mr. Milosevic that we will respond to actions by FRY forces that inflame the situation. We have a broad range of options available to use. I'm not going to speculate about which ones they might be. Servië weigert buitenlandse inmenging. Het zou gaan om een binnenlandse aangelegenheid. Ook bij ons is geprotesteerd tegen het geweld in Kosovo. In Den Haag gingen ruim 600 Albanese de straat op. Na een korte actie op het Malieveld liepen ze naar het gebouw van de Tweede Kamer. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken boden ze een petitie aan, waarin ze vroegen om ingrijpen van de Europese Unie in de Servische provincie. Als het aan het kabinet ligt, mag Schiphol verder groeien. Vanmiddag besloot het kabinet definitief voor meer vluchten zonder de omwonenden verder te belasten. Dit jaar mag de luchthaven 380.000 vluchten verwerken en ook de komende jaren mag hij gematigd blijven groeien met 20.000 vluchtbewegingen per jaar. Ook milieuminister De Boer is om. Omdat uit het onderzoek gebleken is dat door het inzetten van veel minder lawaardige vliegtuigen, door andere procedures bij landen en starten, door minder te vliegen in de nacht, het mogelijk is met meer vliegtuigbewegingen minder lawaai te maken. Maar de milieubeweging is woedend en gaat naar de rechter om het besluit aan te vechten. De Belgische Veiligheidsdienst zegt een belangrijke tak van de islamitische terreurbeweging Jihad te hebben opgerold. Na de arrestatie van 8 Jihad-leden gisteren in Brussel werd vandaag een 9e man opgepakt in Verviers. Alle arrestanten worden verdacht van betrokkenheid bij bomaanslagen in Parijs in 1995. Een van hen werd vorige maand bij verstek veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. Ernstige rellen in Frankrijk afgelopen nacht. Een demonstratie in Toulouse tegen de extreemrechtse politicus Le Pen liep uit de hand. Zijn partij hield elders in Toulouse een demonstratie. Een groep linkse betogers wilde de mars verlaten om de rechtsextreme demonstratie te verstoren. Hierop kwam het tot rellen waarbij de politie hard ingreep.